Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Volgend jaar is het 60 jaar geleden dat de EEG werd opgericht, de voorloper van de Europese Unie. De vraag is of er iets te vieren valt. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. En die vraag zal uitgebreid aan de orde komen. Zometeen in gesprek met Paul Scheffer, hoogleraar Europese Studies. Met wie wij vooruitkijken naar dat komende Europese jaar, met Franse en Duitse verkiezingen op de rol. Welke schaduw werpt de uitslag van dit weekend in Mecklenburg voor Pommeren vooruit bijvoorbeeld? En wat voor gevolgen heeft de Brexit? U hoort het zo meteen. En u kunt uw commentaar kwijt via Twitter-account @BBVPRO. Maar nu eerst. Vandaag zijn tientallen burgers in het belegerde Aleppo in ademnood naar het ziekenhuis gebracht door vermoedelijk een gifgasaanval. De Syrische oppositie zegt dat het om chloorgas gaat dat door regeringshelikopters gedropt is. Assad's troepen zijn bezig met een opmars om het laatste grote rebellenbolwerk in te nemen. Politicoloog en Syriëkenner Lambrecht Wessels, goedenavond. Goedenavond. Ja, er zijn inmiddels nare beelden verschenen van kinderen in ademnood. Hoe aannemelijk is dit bericht van de oppositie dat Assad chloorgas heeft gebruikt? Redelijk aannemelijk. De Syrische overheid gebruikt heel veel wapens en tactieken om de schade aan de eigen kant zoveel mogelijk te beperken en die aan de burger en de tegenstandpartij zo groot mogelijk te maken. Ja. Dus dat zijn de barrelbombs en dit hoort dat dan ook bij. Je mag, chloorgas staat niet op de lijst, maar de manier waarop ze het gebruiken is wel degelijk een oorlogsmisdaad. Dus gebruik van chloorgas zou geen breuk zijn met de afspraak dat Assad geen chemische wapens meer zou hebben, waar Rusland in de tijd voor bemiddeld heeft? Nee, kijk, het is bijzonder makkelijk te maken. Dus het staat meestal niet op die lijst, naar ik begrepen heb, maar het feit dat het gebruikt wordt in een burgergebied betekent dat het een oorlogsmisdaad is. Dus het verhaal blijft nog altijd in die zin staan dat het gewoon een oorlogsmisdaad is. Maar ik heb een specialist gehoord die zei dat inderdaad niet per se altijd op de lijst staat, dat er altijd een discussie over is. Ja. Dus het is wel degelijk een chemisch wapen dat gebruikt wordt tegen burgers, disproportioneel, niet op militair doelgericht. Dus het is wel degelijk illegaal. Ja. Dat gebruik van die barrelbombs, maar vooral ook van dat chloorgas. Wat zit daar nu achter dat Assad dat doet? Is dat ook een gebrek aan militaire middelen? Of zit er ook een strategisch plan achter? Nou, strategisch plan is natuurlijk dat ze druk willen zetten nu op de onderhandelingen die vastgelopen zijn. Nu extra druk zetten. Ze willen heel graag Aleppo innemen en de oppositie een zware slag toebrengen met alle mogelijke middelen. Ik denk dat het verhaal is dat ze gewoon uit macht willen blijven opereren. Ja, want wat is de situatie in Aleppo op dit moment? Een tijdje terug had het Syrische leger eigenlijk al heel Aleppo omsingeld. Daarna hebben rebellen weer bepaalde enclaves heroverd en een uitweg geforceerd. Hoe is het nu? Nou, die uitweg is te beperkt. Hè? Je hebt ontzettend veel extra ruimte nodig om veilig voedsel en voorraden binnen te kunnen krijgen. Dus het openbreken van die omsingeling, er kan zo weinig binnenkomen dat feitelijk een omsingeling nog steeds in plaats is. En het is een enorme ramp voor de oppositie, maar ook voor ons als die oppositie zou vallen. De Amerikanen hebben gezegd, binnensdeurs, ze zeggen dat niet heel publiek, maar dat Aleppo niet mag vallen. Maar gebeurt dat wel, heeft dat enorme consequenties voor de haalbaarheid van een nog leefbaar oppositie. En natuurlijk brengt enorme vluchtelingenstromen met zich mee. Want waar moeten we dan aan denken? Nou, binnen de kortste keer 500.000 richting Turkije en wel of binnen een paar jaar met een top 2 naar Europa of zo, via Turkije of Noord. Want dan valt de hele oppositie. Hè? Dan is er feitelijk geen alternatief meer, behalve toch een paar verdwaalde Al-Qaeda-achtige clubs en ISIS. Dus dan is het spel voor de oppositie over. Mm. En een heel groot deel van de oppositie is ontzettend bang voor een bijltjesdag van de kant van Assad. Daar is ook iets voor te zeggen, gezien wat hij in zijn eigen gebied heeft gedaan en doet. Dus betekent een enorme exodus naar Turkije. Ja. Deze druk op Aleppo, wat betekent dat voor de andere grote ontwikkeling? De inval van Turkije van een aantal weken geleden, maar vooral ook het pleiten nu van Turkije voor een bufferzone, wat ze al heel erg lang willen, een bufferzone in het noorden van Syrië, waar ze tot nu toe de handen niet voor op elkaar kregen. Wat betekent deze dynamiek daarvoor?
Nou, kijk, de Syrische willen het Syrische regime wil dat voorkomen. Het lijkt me een goed idee, hè, want met zo'n bufferzone kun je die oppositie daar bouwen. Hè, dan kun je daar een Marshallplan in die provincies daar opzetten. Dan overleeft die oppositie, kan die officiële oppositie die wel een soort parlement heeft en een regering in Gaziantep en Istanbul, die kan dan het land in. Het zou vast niet gaan om Turkse troepen. Het zou echt een soort van no-fly, zo'n gedemilitariseerde zone zijn. Mm-hmm. Het zal niet helemaal vreedzaam zijn. Dat is een goed idee. De Turken willen dat heel graag. Ze zijn ook bereid, hè, daar heel veel druk achter te zetten. Ook te zwaaien met de druk van de we kunnen vluchtelingen richting Europa sturen als wij dit niet krijgen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat tussen Rusland, de Verenigde Staten en Turkije gaat uitwerken. Ja, nou willen de Turken dat ook graag natuurlijk, omdat ze vooral willen voorkomen dat daar een soort Koerdisch gebied ontstaat daar in het noorden, als die bufferzone er zou komen. Wat dan nu misschien met de situatie in Aleppo wel mogelijk is, omdat Rusland en de Verenigde Staten daar dan ook meer steun voor zouden geven. Gaan die Koerden dat dan accepteren? Ik bedoel, die worden op het ogenblik teruggedrongen naar het oosten, maar ja, die zullen ook niet stil blijven zitten. Die kunnen we proberen daartegen te vechten. Maar dat is, je ziet natuurlijk met de PKK aan Oost-Turkije. Kijk, Turks leger heeft 400.000 troepen, dat hebben de Koerden niet. Dus die moeten tot een soort vergelijk komen waarbij ze die droom van een aangesloten gebied aan Nord-Java moeten opgeven. Ik denk dat het meest, dat is wat cynisch of wat vervelend, maar dat is het meest haalbare. Als zij daar een stabiel regio kunnen krijgen waarin zij relatieve autonomie hebben, is dat waarschijnlijk het meest haalbare. En misschien ook wenselijk in van een langdurig conflict tussen Turkije en de Koerden, nog in Oost-Turkije, nog in Rojava, is wenselijk. Goed. Hartelijk dank, Lambrecht Wessels, voor deze uitleg over de betrekkelijk nare situatie vandaag ook weer in Aleppo. Hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is specifiek? En welk verhaal komt nooit in het nieuws? Sounds of Accra laat ons een stukje horen van het leven in de hoofdstad van Ghana. En in deze aflevering neemt correspondent Lisbeth Tjonameel ons mee naar de plek waar al het verkeer samenkomt. Kwame Nkrumah Circle, het grootste verkeerspijn in de stad. 24 uur per dag is het hier een en al getoeter, getrek en geduw van weggebruikers. Het heeft mij ook even geduurd, hoor, voordat ik kon verstaan waar deze bussen naartoe gaan. Je hebt hier geen informatieborden, dus je moet goed luisteren naar wat de jongens op de bus omroepen. Lagos Medina Adenta Baria. Sprinters Road. Violation. That is East Lagos. The man come, I shall be good. Boven mijn hoofd werken tientallen mensen in oranje overalls aan een autoweg over het verkeersplein. Hé, maar wacht eens even. Onder de bouwvakkers zie ik ook een vrouw op een van de hoge installaties. Ze is aan het lassen en doet even haar kap omhoog. You're the first lady I see among the construction workers. Can I take your picture? Correspondent Lisbeth Tjonameel vanuit hoofdstad Accra van Ghana. Het Bureau Buitenland, Eurobureau. Ja, het wordt in meerdere opzichten een spannend politiek jaar voor Europa. Eigenlijk kon je dat de afgelopen jaren iedere keer wel zeggen, maar toch deze keer. Met als aftrap afgelopen weekend, waarin bondskanselier Merkel een forse draai om de oren kreeg van de kiezers in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Als mogelijke voorbode voor de algemene verkiezingen volgend najaar in Duitsland. En in Frankrijk, waar dit voorjaar presidentsverkiezingen zijn, daar ziet president Hollande zijn kansen op een nieuwe termijn steeds meer achter de horizon verdwijnen en buitelen rechts en ultra-rechts over elkaar heen met harde maatregelen. Wat betekent dat voor de grondleggers van de Europese Unie, voor de Frans-Duitse as, waar men, zeker nu het Verenigd Koninkrijk eruit stapt, niet alleen het eigen land bij elkaar moet houden, maar ook moet zorgen dat de Europese Unie die
perfecte storm van crisis overleeft en zichzelf opnieuw uitvindt. Bij mij aan tafel Paul Scheffer, publicist en hoogleraar Europese studies. Goedenavond, Paul. Goedenavond. Als ik dit zo voorlees, dan heb ik een klein vermoeden, maar wat is in een paar woorden op dit moment je gevoel over Europa? Nou, ik volg natuurlijk de Europese inwording als geschiedenis al langer. Mm. En er zijn natuurlijk eerdere perioden van crisis, meningsverschil geweest. Maar de optelsom die je zo net even maakte van Brexit, land wat eruit stapt, van de eurocrisis die bezworen lijkt, maar elk moment weer terug kan keren, de vluchtelingencrisis, een verzwakt Frankrijk. Nou, dat lijkt me wel genoeg voor de vaststelling dat het op dit moment de tendensen die in de richting gaan van desintegratie sterker zijn dan wat het bij elkaar brengt. Ja, en dan hadden we tot nu toe in ieder geval nog altijd een beetje dat sterke Duitsland waar we ons aan vast konden houden, met een sterke, krachtige bondskanselier. Laten we daar dan beginnen. Het afgelopen weekend, Alternatieven für Deutschland haalde voor de tweede keer bij een deelstaatverkiezing meer dan 20% van de stemmen. Een klein staatje in, ik zeg het even in mijn eigen woorden, een notoor ontevreden stukje van de voormalige DDR. Maar hoe belangrijk is dat? Nou, ik zou het toch niet onderschatten. En ik heb de Duitse pers goed gevolgd. En er is eigenlijk niemand die zegt dit is onbelangrijk of een marginale gebeurtenis. De opkomst van de AfD is natuurlijk historisch toch wel een unicum in het naoorlogse Duitsland. Daarmee begint het. Dat nu in sommige deelstaten dus 1 op de 5 kiezers op een partij stemmen rechts van CDU of CSU. Maar er komt bij dat de SPD, de coalitiepartner van Merkel, ook steeds meer afstand van haar neemt. Ook voelt dat Merkel steeds geïsoleerder komt te staan. En die zien ook kansen om eigenlijk in een kritische afgrenzing ten opzichte van het vluchtelingenbeleid ook stemmen te winnen. Dus ze staat voor een verdeeld Duitsland waar ze steeds geïsoleerder komt. Ze staat in een verdeeld Europa, wat ook wel door haar alleingang, toch een behoorlijk eigenmachtig optreden in die vluchtelingencrisis, verdeelder is dan ooit. En het onbedoelde gevolg van haar politiek is ook wel dat Erdogan natuurlijk in een machtspositie is komen te verkeren waar hij nooit in had mogen komen verkeren. Nou, als je die erfenis even overziet, ja, dan is dat toch alles bij elkaar echt een behoorlijke verzwakking van de positie van Merkel. Ja, en is dat inderdaad allemaal toe te schrijven aan wat jij die alleingang noemt? Het beroemde Weerschaffendas, haar positie van vorig jaar zomer. We kunnen